Zeker. Ik heb al eerder uitgelegd dat de moderne Formule 1 niet bijster interessant is wat mij betreft. Dat wij nu, niet waar, die enorme opwinding in Nederland hebben, heeft hele andere oorzaken dan de aard van het Formule 1 racen. Want dat heeft alles te maken met het feit dat wij in feite tegen alle verwachtingen in tenslotte een superieure rijder hebben geproduceerd in de vorm van Max Verstappen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat daarmee de Formule 1 eigenlijk vreselijk interessant geworden is. Het is nu, laten we zeggen, het wordt nu gedreven door chauvinisme. En ja, dat heeft wat mij betreft eigenlijk niks met sport te maken. Maar je weet dat natuurlijk heel vaak sport door chauvinisme gedreven wordt. We zijn geen bal geïnteresseerd in allerlei sporten waar we niet goed in zijn. En als we dan toevallig in die sport goed worden, nou ja, dan begrijp je het. Ik heb al eens eerder het voorbeeld gegeven. Niet waar, er is ongetwijfeld een wereldkampioenschap zaklopen. Maar ja, het wordt gewonnen door allerlei onbekende personen. Maar man, als een Nederlander een wereldkampioen zou worden, dan hebben we de hele dag televisie over zaklopen. En gaan de kleintjes ook zaklopen. En wordt er werk van gemaakt. Ja, jammer genoeg zit de sport zo in elkaar dat je niet zegt de beste moet winnen. Maar dat je zegt van ja, de beste aan Moula. Maar als het toevallig een Nederlander is, dan zijn we er toch, denken we er toch heel anders over. Wat niet wegneemt dat Max Verstappen een superieure rijder is. Ik heb al eerder uitgelegd waarom de Formule 1 niet bijster interessant is. Dat heeft te maken met de ontwikkeling in aerodynamica. Niet waar, er staat op de achteras van zo'n Formule 1 auto 1,5 ton gewicht. En dat betekent natuurlijk dat ze min of meer tegen het plaveisel aangedrukt worden met enorme kracht. Enkele maal zie je ook wel eens als zo'n vleugel defect raakt. Dat heeft spectaculaire effecten. En ik kan niet anders zeggen dan in mijn jeugdtijd was ik geïnteresseerd in een Formule 1. Toen kon je ook heel goed zien hoe dat rijden van zo'n ding, hoe dat in elkaar zit met tegensturen en driften en zo. Dat zijn dingen die je absoluut niet meer ziet. Sterker nog, we weten allemaal dat onder min of meer normale omstandigheden, ja, daar komt iemand voorbij op een stepje in een Max Verstappen-achtig tempo. En de familie heeft moeite om te volgen. Dat in principe de opstelling bij de start ook de opstelling aan het eind is, als er geen gekke dingen gebeuren. Al is natuurlijk meerdere malen de laatste tijd gebleken dat als je Verstappen laat starten op plaats 15 of zo, of nog lager, dat hij in no time inderdaad vooraan rijdt. Waar je hoogstens aan kunt zien, sorry dat ik ook op dit punt iets minder illusies heb dan vele anderen, dat natuurlijk motorisch en technisch kennelijk die Red Bulls dus van een heel hoog niveau zijn. En aanzienlijk, we hebben dat altijd gehad in de Formule 1. Je hebt 1, 2, 3 teams die leuk mee kunnen komen en die een goede kans hebben om ook eens een keer te winnen. He, dat was aan het begin van dit seizoen, was dat Ferrari. En natuurlijk 6 of 7 van die teams, dat is zijn also ran, zoals dat in het Engels zo treffend heet. Ze zijn erbij, maar ze zijn kansloos. Ja, als jij kijkt naar Verstappen, kun je daar dan wel van genieten? Denk je een goede sportman die zijn vak verstaat? Nee, het zegt mij niet veel. En dat komt eigenlijk omdat ik emotioneel afscheid heb genomen van de Formule 1. Ik was daar zeer geïnteresseerd. Ik heb ook wel eens uitgelegd dat ik ook naar races ging kijken. Overigens kun je veel beter naar de training gaan kijken, want dan zie je die lui ook rondlopen en dan draaien ze een rondje. En nou, dat geeft, ja, in de race zelf komen ze met enorme snelheid voorbij, kan ik je verzekeren. Ik was in België gaan kijken, dat is een groot circuit, Frank of zo. Dus ik weet niet, als ze daar maar 30 of 40 rondjes doen, dus het is betrekkelijk teleurstellend als je daar op zo'n heuveltje zit. Maar goed, ik ben ook wel, dat speelde bij mij wel, en mijn held was Jim Clark. Ja, je had toen nog geen Nederland. Ja, je had Karel Godin de Beaufort, die in een totaal verouderde Porsche Formule 1 auto helemaal achteraan reed en vaak ook 2 keer gelapt werd of 3 keer gelapt werd in zo'n race. Brave man is tenslotte toch verongelukt. Maar mijn held was Jim Clark, volgens velen een van de meest superieure Formule 1 rijders ooit. Maar die is verongelukt in een Formule 2 race op Hockenheim in Duitsland. En ja, gek genoeg was het toen wel een beetje klaar voor mij.
vond het enorm. Ja, het greep mij wel aan. Ja. Spanning is nu wel een beetje weg en nu Verstappen het zo goed doet. Ja, ik was ook een groot bewonderaar van Colin Chapman, de ontwerper van Lotus. Die natuurlijk ja, vanaf het begin van de jaren 60 tot eigenlijk ver in de jaren 70 of wat verder de Formule 1 auto's ingrijpend technisch veranderd en verbeterd heeft. Ja, daar zullen we nou verder niet op ingaan, maar het is op zichzelf wel een interessant thema. Zeker in de jaren 50 waren het vrij primitieve dingen. En er was ook ten opzichte van de jaren 30 nauwelijks iets veranderd. En nou ja, hoe bent komen ze op het gouden idee om de motor niet voorin te bouwen, maar achterin. De oude Ferdinand Porsche was ook al eens op dat idee gekomen, maar daarvan was de uitvoering betrekkelijk. Dat was in de jaren 30. En dan ja, vanaf die... Vanaf het moment dat die Lotus 25 eigenlijk verschijnt, is Lotus, dat is technisch het beste wat je krijgen kunt. Maar goed, dit is allemaal alweer een mensenleeftijd geleden dat dit zo was.